Hoe maak jij je perfecte shorts? Ik beantwoord natuurlijk al je vragen. Welkom. Sukkerbret! Yo, wat is up mensen? Leuk dat je kijkt naar deze video. Natuurlijk beste mensen, een short maken is niet gemakkelijk. Natuurlijk, het is wel iets tof om te maken, want natuurlijk, iedereen wil dat wel eens een short. Maar beste mensen, hoe ga je daarmee aan de slag? Wel jongens, de eerste vraag beantwoorden. Wat is de resolutie van de short? Wel jongens, de resolutie van de short is anders dan deze grootte. Natuurlijk, het is helemaal anders, beste mensen. Natuurlijk, de short maken doe je niet op 29x1080. Dat doe je daar niet op. Je kunt het wel maken, maar daarvoor krijg je dan geen echte short ervaring. De echte short ervaring wordt gemaakt in de omgekeerde versie. En nu denken jullie zo van, brar, omgekeerd? Wel jongens, als je nu deze resolutie hebt, die ik nu heb, wel, dan moet je eigenlijk nu overgaan om ze te switchen van andere kant. Wel jongens, dan ga je dus naar 1080x1920p. En dat is dus de resolutie om de short video te maken. Dat is dus de resolutie hoe je de short video maakt. Natuurlijk beste mensen, natuurlijk heel veel camera's kunnen dat niet aan. Wel ze hebben niet de juiste lens ervoor of andere dingen. Want je filmt nu op 1080p. En dat is wel het nadeel. Natuurlijk, ik heb daar een manier op gevonden hoe je wel met je camera's een short kunt maken. Wel jongens, beste mensen, we gaan dat eens nakijken. Oké, beste mensen, we gaan vandaag eens kijken hoe je dat je nu perfect een short kunt editen. Wel jongens, een hele goede vraag. En dat is iets waar veel mensen op sukkelen. Wel jongens, ik zit hier nu via mijn PC. En we gaan hetzelfde programma open doen waarmee ik mijn video's bewerk. En dat is natuurlijk Vegas Pro 20. Natuurlijk, nu denken jullie zo van, brar, meen je dat nu? Wel ja. Want natuurlijk, hij geeft hier aan, beste mensen, dat hij op twee manieren kan een videoproject in elkaar steken. Natuurlijk is de bedoeling dat we hem op phone en tablets gaan proberen te configureren. En dat hij niet naar dit gaat. En dat is natuurlijk tv of YouTube. Natuurlijk, als je smartphone of tablet ingeeft, dan heb je de normale resolutie nodig. 1080p, 60 fps. Dat heb je automatisch nodig. Copy? Oké. Dan doen we create een nieuw project. Natuurlijk, hij vraagt voor een update, maar dat doen we later. Dus we hebben nu de resolutie van de short, maar daar zijn we nog niet. Wel, beste mensen. Natuurlijk, eigenlijk de video waarin ik goed gescoord heb, is mijn eerste rap. Natuurlijk, die eerste rap gaan we nu hetzelfde maken, maar dan in een resolutie van shorts. Dus, wel, we slepen een bestand naar daar. Hè? En dan slepen we hem in de videolaag. Natuurlijk, hij vraagt hier dan, don't you to set your project settings to match this media. Dat is iets wat heel mensen veel fouten in maken. Natuurlijk, als je hier dit krijgt, dan druk je gewoon op nee. Wel, dan heb je nog altijd de automatische resolutie van je short. En we kunnen dit zelfs een beetje laten krimpen. Dat hij mooi alleen maar een kop ziet. Voilà. Maar beste mensen, iets wat dat ook heel vaak gebeurt, is bijvoorbeeld dat als je deze resolutie aanzet, dat bijvoorbeeld de twee balkjes van boven en van onderen zwart zijn. Natuurlijk, die zwart moeten we niet hebben.
Natuurlijk, dat zwart is natuurlijk voor niet echt professionele videomakers. Maar ik ben er wel een, dus eigenlijk is eigenlijk mijn short moet views krijgen. Dus, beste mensen. Wat doen we dan? Natuurlijk, zoals jullie zien, moet je natuurlijk ook dezelfde crop en paint-tool hebben. Kijk, zoals bijvoorbeeld. Ik kan nu eens knippen en plakken. Oké. Dus, we hebben de short. Maar dan, hebben we nog iets nodig. En dat is natuurlijk, wat doe ik dan nog? Wel, ik kopieer deze platen dubbel. Waarom doe ik die dubbel, beste mensen? Omdat er dan ene voor. Allee, omdat er ene voor en achter staan. Wel, jongens, wat doe ik dan met de achterste? Wel, de achterste ga ik croppen. En de crop staat hiervoor. Als je linkermuisklik knop drukt, match output accept. Als je dat doet, krijg je dit. En dit is veel leuker zo te zien. Maar hij is nog niet helemaal af, want natuurlijk, nu zie je natuurlijk dat hij twee schermen deelt. Wat doe ik dan? Wel, dan ga ik naar de Video FX. En de Video FX die zorgen ervoor dat de achterkant geblurd wordt. Wel, jongens, hoe doe je dat? Wel, je gaat naar Video FX van Vegas Pro en je neemt de Gaussian Blur. De Gaussian Blur is natuurlijk de bedoeling dat hij geblurd wordt. Wat logisch is. En natuurlijk pakken we dan Medium Blur en schuiven we die naar de onderste velden. Want dat is ook de crop. En dan kun je ook nog een tekstje erbij plaatsen. En dan heb je eindelijk je short. Zo dan, beste mensen. Zo maak je dus effectief een short. Wel, jongens. Zoals jullie het al zien. Je kunt daarvoor camera's gebruiken. Je kunt daarvoor je gsm gebruiken. Je kunt daarvoor alles gebruiken. Maar onthoud. Je hebt sowieso een computer nodig om dat te kunnen bewerken. En het is de bedoeling dat je dat in de juiste resolutie zet. Maar natuurlijk, beste mensen, dan ben je nog iets vergeten. Want natuurlijk, dan gaan we renderen. Dus eigenlijk, dan doe ik render S. Render S, dat ga ik nu niet doen. Maar dan ga je naar. Natuurlijk, dan maak je zo'n extra template aan. En dan doe je door Customize Template. En customize template, dan tap je hier in shorts. En dan sluit je de resolutie aan naar 1080x1920p. Zo, net beste mensen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Hopelijk heb je iets bijgeleerd. Doe dat blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie tot in de volgende video's. Doei, mensen. Doei, doei.